Vorig jaar was het Univee Gymgala voor het eerst in de Ziggo Dome. En het was natuurlijk echt heel erg gaaf, vond ik in ieder geval. Er waren natuurlijk heel veel mensen. Het was een hele grote zaal en het was echt een hele andere sfeer dan dat we gewend zijn. En wat vond jij ervan, Itora? Ja, dat was super gaaf. Die hele ambiance was echt te gek. Ja, dat vond ik ook. Het was echt een hele goede sfeer en iedereen was heel erg enthousiast. Dus was echt heel erg blij om te horen dat we dat nog een keer daar gingen doen. En voor ons als sport voelt het heel speciaal, omdat er dan zoveel mensen op ons afkomen en zoveel mensen genieten van een mooie show. Dat, ja, in een na-Olympisch jaar is dat wel echt een bekroning op een mooie spelen, zeg maar. Ja, dat was echt een hele bijzondere ervaring. Natuurlijk is turnen ook wel een beetje een showsport, maar je weet hoe het gaat. Het is altijd wat serieuzer met de wedstrijd. En dan is het gewoon spotlights, zo mooie muziek, dansen bij en ook hele spectaculaire acts. En het is wel heel erg gaaf om daar onderdeel van uit te kunnen maken.